Zeg, zoveel moeite had je nu toch niet moeten doen? Toch wel, Goedele. Uw boek is een parelande kroon van onze uitgeverij. En de recensies zijn ronduit schitterend. Het is, hè, moet ik gekken, wat dat ze hier durven geven als amuse-gueule. Moet ik daarvan eten of moet ik daar bellen van blazen? Meneer, excuseer, maar deze receptie is wel verzorgd door een van de beste jonge koks in België. Die heeft nog stage gelopen in het beste restaurant ter wereld, El Bulli. Ah, wel, dan was het beter komen stage lopen bij El Bulli. Dan was dat tenminste tevreden geweest. Balthazar, dit is meneer Van den Berg, mijn uitgever. Ah, al zat, hé. Balthazar Boma, PDC van de Boma Vleesindustrie AV. Ja, en duidelijk een fijnproever. Mijn gedacht, hé. Hoe zou het komen dat ik op zo'n delicatess ben gevallen? Juist, ja. Balthazar is een beetje over zijn toeren. Dat is de eerste keer dat hij op de presentatie van een boek aanwezig is. Wat? Eerste keer? Oh, maar dat verbaast me nu niks. Oh, wat wil je daarmee zeggen, hè? Dat ik geen verstand van boeken heb of zo? Omdat ik het vlees doe. Ja, iedereen zijn eigen stijl, nietwaar, meneer? Boma is het? Ah, wel, kijk, jij mocht het weten. Ik ga ook een boek schrijven, nou. Balthazar, dat is niet nodig. Wat, hè? Als die er zal af zijn, hè? Zo'n ogen gaan eruit, trek ik op, hè? Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Ah, meneer Boma, wilt ge Goedele feliciteren met haar boek? Ik heb het in één ruk uitgelezen. Dat doe. Amai. Zo spannend. De boeiendste analyse van de familiale structuren bij de Braziliaanse indianenstammen van de Xingu-rivier ooit geschreven. Snurk. Nee, dat boek van Goedele is een speciaalke, hè? Maar wacht tot als ge mijn boek leest, dames en heren. Een boek van u? Ja, van mij. Wat is het? Zijn je ook zo'n wortelboer-racist? Hé, wij kunnen meer dan dat je denkt, toch? Ja. Ja. Welk boek wordt het? Een socioculturele benadering van de impact van de droge sausjes op de Vlaamse samenleving van 1960 tot nu? Mijn boek moet natuurlijk heel Vlaanderen interesseren. Hè? Zowel mannen, vrouwen, sportliefhebbers, politiekers, businessmannen, playboys. En wat er ook gaat inkomen, hè? Dat is de autobiografie van Boma. Ja, hoeveel auto's heb ik al niet gehad in mijn leven? Balthazar Boma, the story of my life. Dat zou ik nu echt niet doen, Balthazar. Allee, wie is daar nu in geïnteresseerd? Oh, ik. Voilà, de kleine man. Wow. Succes verzekerd. Met een boek, dan wordt een besteller. Bestseller. Ja. Ah, ja. Ja. Ja, heel goed. Zo. Oké. En nu... Goedenavond. Ah, dag meneer Fena. Oei, Mark, pas op. Maar ziet dat Paulientje nu toch eens bezig. Man, de brokken dat de kind gaat maken. En zeker als dat een aard heeft naar haar vader. He. Zeg, Fena, waar heb je het over? Ah, wel over de schade die Paulientje zal aanrichten als ze nog groter wordt. Oei. Pas op, ik heb een oplossing voor dat probleem. Hè, Mieke? Heb jij een familiale verzekering? Ik ben getrouwd met Mark, dus ja. Ah, ja. Ja, maar heb jij een aanvullende familiale verzekering? Speciaal voor wat Paulientje gaat vernielen? Nee, Fernand, maar jij gaat daar wel voor zorgen, zeker? Hè? Wel, omdat ik zo'n goed mens ben, wil ik dat voor u doen. Dus jij betaalt me elke maand €200, hè? En ik stort het dan door naar de verzekeringsmaatschappij. Oh, wel. Dat is een heel goed idee, Fernand. Ja. Maar ik heb nog een beter idee. Bol het af. Zeg, het is crisis voor iedereen, hè. Amotant wicht. Wacht maar tot Boma zijn biografie uitkomt. Dan kan iedereen lezen wat voor een bedrieger dat jij bent. Dan is het pas crisis. Ah, Boma, biografie. Aha, dat biedt mogelijkheden. Merci, Mieke. Nog een fijne avond verder. Oeh, geef jij nu al op, meneer Fernand? Mark, vanaf nu laat ik de rijken de crisis betalen. Wow.
Kijk, Menneke, de teerling is verworpen, hè? Aha. Harry Potter, Willy van der Steen, Piet Huizekentruid, de best verkochte schrijvers van de wereld krijgen het gezelschap van Balthazar Boma. Oh, amai, spannend! Ik wil wel silence absolu, hè, dat ik mij kan concentreren, gelijk dat ik mij nog nooit heb moeten concentreren. Ja. Mijn kop barst van de ideeën, mijn gedacht. Ik zal stiller zijn. Dan een muis. Titel. Balthazar Boma. Mijn gedacht. Zo in titel. Voilà. Balthazar Boma, mijn gedacht. Er was eens... Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Wat had daar Boma mee gedacht? Zie, wat een rattennest is dat hier, zeg! Dan kan ik nu creatief bezig zijn dan, la. Balthazar Boma mij gedacht. Balthazar Boma mij gedacht. Een mars. Pagina 1. Voilà. Nu. Balthazar Boma mij gedacht. Ik ga de post ophalen in de brievenbus. Oh, de postbode is nog niet geweest. Ah, nee? Nee. Ah, maar dat is goed. Dan kan ik eerst nog wat verder schrijven. Ah, ja. Ja. Dan kan ik eerst nog wat verder schrijven. Balthazar Boma. Mijn gedacht. En wat lief, Carmenneke? Hoe was het met Xavier van de morgen? Goed. Ja. Maar zouden niet beginnen schrijven? Ah ja, maar ja, kijk, ik ben bezig. Mm-hmm. Hoeveel hoofdstukken ga dan mij besteden? Hm? Aan u? Ja. Ah, geen reden natuurlijk. Oh, dat is lief. Wat blijf? Ik ben wel de belangrijkste vrouw in uw leven, hè? Wie staat er al meer dan 20 jaar trouw aan uw zij? Wie heeft er alles voor u gedaan? Carmenneke, voyons sérieux. Hoeveel kuisvrouwen van beroemde mensen uit de wereldgeschiedenis kent gij bij naam? Geen één. Ah, wel dan, waarom zou ik voor u moeten een uitzondering maken? Oh. Wat? Wat een vrouw zo kwetsen. Ik stap het af. Dit neemt je daarvoor ontslag. Ontslag, dat zouden we wel willen, hè. Betaald verlof van onbepaalde duur. Nou. Hoe kan een mens nu serieus aan zijn boek schrijven, Allah? Alsof dat ik niks waard ben. Heb opgeofferd voor die besnorde sossies op poten. Oh, Carmenneke, als Boma nu andere dingen belangrijker vindt om over te vertellen. Ja, ik ken hem even lang als jij. Met mij kan dat niet schelen dat ik niet in zijn boek sta. Oh, natuurlijk niet. Wat voor een band heb jij met hem? Oh. Ja, je bent begot 1 of 2 keer in zijn slaapkamer geweest. Ik kom daar elke dag, hè. Ja, de dingen die ik zou kunnen vertellen over Over Boma? Wie interesseert zich nu in godsnaam voor Boma? Binnenkort iedereen. Want ik ga ook een boek schrijven. Ja! Huh? Alle schandalen, alle orgieën, alle misdaden die Boma ooit gepleegd heeft. Misdaden? Zijn jij nu helemaal zot geworden? Te beginnen met de schandalige manier waarop hij zijn supersexy kuisvrouw doodzwijgt in zijn officiële biografie. En waarom? Weet ze te veel? U komt het allemaal te weten in Balthazar Boma. De naakte waarheid. Hmm.
Haha, voilà. Hier is hij. De man die mijn goede reputatie door het slijk gaat sleuren. Kostermans, primo. Ik ben hier creatief aan het werk. En, ja, ten tweede, wat is er nu? Dat zal ik mijn advocaat u laten uitleggen. Meester De Nul, het woord is aan u. Meneer Boma, mijn cliënt laat u hierbij weten dat hij u een proces aandoet wegens laster, eerof en de schandelijke leugens die u over hem hebt neergeschreven in uw autobiografie. Mijn gedacht. En er staat nog geen woord op papier. Ah, ja. Meneer Boma, maar we hebben toch al jaren aan bras, hè? Ja. Dus als jij iets over mij gaat schrijven, dan zal dat wel niet van het schoonste zijn, hè? Dat klopt, maar daar zijt jij responsabel voor. Ah, het hoort, meester. Hij bekend. Meneer Boma, tot in de rechtszaal. Tenzij jij akkoord gaat met het betalen van een schadevergoeding, hè? Als minnelijke schikking. Allee. En hoeveel moet je hebben? 250.000 euro. Pardon. Versta u niet goed. Dat is het bedrag dat uw boek, meneer Kostermans, gaat kosten aan inkomsten. Plus mijn 10%. Ah, plus 10%. Dan is het 275.000 euro. Je moet een cheque schrijven, hè? Forget it, Bud Kostermans. We zien elkaar bij de juge. Ah, ja. Ah. Je wilt er nog eens over nadenken? Ja, dat snap ik. Meneer Boma, u hoort nog van ons. Meester, veel succes met uw boek, hè? Jij ook met uw De Nul. Bon, Baldelaar Boma, bij gedacht. En dus liggen Boma en Doortje, die liggen samen in bed op mij te wachten. Pas op, in hun ondergoed. Hè? En omdat ik niet rap genoeg afkom, kijkt Boma al eens onder de lakens en hij zegt... Mijn gedacht, ik heb al beslechte kaarten gespeeld. Schitterend. Paul, dat is wel privé, hè. Dat is toch een plezante anekdote? Voilà. Zee, en hoe is dat verder afgelopen, hè? Ja, dat... allee, hè? Doortje! Wat is het? Hé, hey, heb je met Boma gevreden tot dat Paul kwam? Carmen! Ik weet het. Boma heeft u proberen aan te randen. Je waart hulpeloos overgeleverd aan zijn dierlijke lusten. Gevangen in zijn harige, gespierde armen. Glimmend van het liefdeszweet. Zo is dat helemaal niet gegaan. Ela, de vrije pers die saboteren, hè, sir, sorry. De vrije pers. Je bent het hier gewoon allemaal aan het fantaseren. Ja, als jij geen details wilt geven, moet ik mijn journalistieke fantasie gebruiken. Eh, wel, ja, doe dat dan maar. Maar wij werken niet mee aan zo'n roddelboek. Eh, verstaan, Paul? Zoals je wilt. Ofwel zeg het in uw eigen woorden, ofwel geef ik mijn visie van de feiten. Aan u de keus. Maar dat is gewoon schandalig. Dat is misdadig. Ja, zo werkt de roddelpers. Wat zal het zijn? En de auto van Eddy was per totaal muziek. Ah, meneer Boma. Verdomme. Ja? Waart gij goed in opstellen schrijven? Ah, heel goed. Ik had altijd 10 op 10. Fantastisch. Dan mogen jij nu met een boek voor mij schrijven. Ik? Ja. Oh, jij wou dat toch zelf doen? Om goedelen te impressioneren? Ja, maar ik heb dat een beetje onderschat. Wat? Ik had beter zelf een keer eerst een boek gelezen. Oh. Ik heb nog nooit een boek gelezen. Nee. Ook niet op school? Nee, ik betaalde ik altijd een kopijn die dat voor mij wou doen. Amai, slim. Zeg, hoe gaan we dat aanpakken? Ah, wel, jij interviewt mij over mijn leven. Ja? En jij schrijft het op. Mm-hmm. Maar precies alsof ik het zelf opschrijf. Wauw. Hey. Amai, dat komt eindelijk mijn ervaring als journalist van pas, hè. Voilà. Ja? Maar er is wel één ding van kapitalistisch belang, hè. Huh? Niemand, en zeker Goedelie, mag weten dat jij die een boek schrijft. Hè? Ze moeten allemaal denken dat ik dat alleen gedaan heb, hè. Ja. En, ja, we zullen ook moeten samenkomen op een plaats waar we zeker zijn dat niemand ons kan storen. Ah, ja.
Weet je, kom deze namiddag maar bij mij thuis. Oké. Okay. Oei, nu stond die microfoon nog aan. Kieke. Haha, het is niet waar. Het was maar om te lachen. Oei, beste luisteraars, het was maar om te lachen. Ah, hier ze, de nieuwe Hugo Claus. En dan is nagedacht over mijn voorstel, meneer Boma. Zeg gerust, Kostermans. Ik heb u volledig uit mijn boek geschrapt. Oh. Dat bespaart nu een proces en mij een schadevergoeding. Oh, fout, hoe kan ik nu rijk worden zonder er iets voor te doen? Vuile egoïst. Zo. Ja, meneer Boma. We kunnen misschien beginnen bij het belangrijkste deel van uw leven. De Boma Vleesindustrie NV. Dat is een excellent idee, Marske. Want tenslotte is het de grootste verwezenlijking in mijn leven. Ja. Nu, wanneer de mensen denken aan Boma, denken ze onmiddellijk aan de Boma worst. Worden ook onmiddellijk misselijk. Dus is mijn vraag, wat is eigenlijk het geheim achter de Boma worst? Ja, dat is een interessant verhaal. Kijk, mijn overgrootvader, Belchior Boma, die is begonnen als een gewoon klein beenhouwerken in de Rue des Bossés. Ja, maar we moeten misschien proberen tot de kern van de zaak te komen. Toen mijn papa op pensioen ging, ben ik in het groot begonnen. Mijn zussen zijn dan geïmigreerd naar Australië om daar kangoeroes te gaan kweken. En ik ben helemaal alleen achtergebleven omdat ik vond dat de traditie van de familie moest continueren. Ja, en die traditie was? Aan het vlees doen. Mijn papa die verkocht allemaal brol. Reebokpaté, gerookte eendenborst en heel de Bataclan. Maar ik zei, non. De mensen van Alier willen wat anders. Zij willen een droge saucis. Hoe komt er nu op zo'n idee? En iedereen is toch zot van een droge saucis? En mijn droge saucis is uniek. Ja, maar goed ook. Maar de kwaliteit... De kwaliteit, daar zegt je. Daar heb ik altijd goed op toegezien. Nou ja, wie heeft de bengeling van mijn droge saucis samengesteld? Balthazar Boma hemzelf, hè. Ah ja. En velen hebben mij willen tegenhouden. Maar ik zei... Non. Oui, c'est ça. De patron beslist. La saucisse, c'est moi. En dan nu de hamvraag? Ja, maar hammen verkoop ik niet, hè. Hoe komt het dat u nog altijd niet failliet bent? Ja, waarschijnlijk ben ik een hele goede businessman, hè, Markske. Ja. Is het niet omdat uw familie al meer dan 30 jaar geld pompt in uw bedrijf? Geld afkomstig uit een geheime diamantmijn in de buurt van de Congolese havenstad Boma? Hoe weet je dat? Sorry, een journalist mag zijn bronnen niet prijsgeven. Maar is het ja of is het nee? Maar nee... De mensen lusten uw worst niet. Je hebt voortdurend problemen met de voedselinspectie. Van waar komt dan al dat geld? Luister een keer hier, hè. Niemand interesseert zich voor dat verhaal van die vleesindustrie, hè. Kom, we schrappen dat in mijn boek. Oké. Okay. Hey, we zijn wel al goed bezig, meneer Boma. Ja. Dank je, Sjoke. Sjoke, luister eens. Nog maar pas had Boma Sandra Kim aan de deur gezet... of hij sloeg zijn klauwen al in Isabella A, Jimmy B en Mel C. Zijn arme slachtoffers ontsnapten ternauwernood levend uit Boma's lusthof. Carmenneke, daar is toch niks van waar? Ja, wel, dat staat in een boek, hè? Maar kom, zeg, ben jij nu helemaal zot geworden? Zebiet krijg je nog een pak processen aan je been. Ja. Dat is toch nooit gebeurd? Oh, waar erbij misschien? Nee, natuurlijk niet. Ah, wel, hoe kun je dat dan zo zeker weten? Ja. Niemand zal u geloven, want je hebt geen enkele bron. Ja, dat is waar. Oh. Wel, dat is een probleem.
Ik weet het. Een zeer betrouwbare bron. De omgeving van Boma vertelt dat zelfs koningin Fabiola niet veilig was voor de avances van onze worstenbaron. Ja. Lief zeg. Maar welke zeer betrouwbare bron? Ik natuurlijk. De meest betrouwbare die ik ken. Ja. Balthazar. Pascalke. Heb jij een momentje voor mij? Quelle coïncidence. Ik wou hier juist naar onze foto's van vroeger uitkijken om te zien welke ik in mijn boek ga zetten. Zit ik er hier? Ja, alsjeblieft, doe dat weg. Wat? En durf dat niet te publiceren. Hè. Waarom? Je staat erop van uw beste kant. Ik wist het. Jij gaat onze relatie open en bloot in uw boek zetten. Pascalke. Ik heb meer dan 20 jaar lang u heel graag gezien. Hè? Goedele is nu the wife of my life. D'accord. Maar jij bent 20 jaar lang mon amour pour toujours geweest. Wel, als ik dan nu een amour pour toujours ben, dan gaat jij niks vertellen over onze uitspattingen in uw boek. Pascalke, wat je mij vraagt, c'est impossible. Oh, wat gaat Maurice zeggen als hij dat leest? Of ons Bieke? Of later ons Paulientje? Oh, ons Madeleine? Straks denkt ze nog dat haar zuster een goedkope del is. Een goedkope? Ja, zeg, ik heb genoeg in u geïnvesteerd. Pascal de Bakker. Dat zei voor de laatste keer, ik smeek het u. Vertel niks over onze gemeenschap in uw boek. Maar het is tegen waar we wat kunnen over vertellen. We hebben niks anders gehad dan gemeenschap hebben. Oh. Doe jij dat nu mee op? Zit, omdat ik voor Maurice heb gekozen. Allee. Balthazar Boma is velen, dat weet je. Maar bovenal de gentleman. Ja. Er komen geen pikante foto's van u in mijn boek. Oh. En ik zal over ons heel subtiel schrijven. Subtiel, ja. Wat bedoelt je daar dan mee? Ja, met dubbele zinnigheden. Enfin, bijvoorbeeld, hoe dikwijls zei ik niet Pascalke toch, toen zij kreunde, nog. Jij zei... Die is toch geen spier veranderd buiten vroeger, hè, zeg. Maurice, pak uw valies. We moeten verhuizen. En rap. En ver weg. Zodat ze ons nooit meer kunnen vinden. Naar de Noordpool. Pascalke, wat scheelt er? Je zit helemaal overstuur. Ja, ik zal het u maar vertellen. Boma gaat alles vertellen over onze relatie in zijn boek. Die van ons? Daar weet hij toch niks over? Nee, die van Boma en mij, Maurice. Oh, je dacht toch niet dat ik daar moeilijk over zou doen? Ik weet wat er gebeurd is en ik heb daar geen problemen mee. Abel, maar dat is het nu net. Ik heb niet alles verteld. Enfin, toch niet alle details. Maar zo erg kunnen die toch niet zijn? Oh, jawel. Toen ik bij Boma was, oh, Maurice, ik was al zo lang alleen. En ik werd meegesleurd in een wereld van luxe en decadentie. Ja. Wat is er gebeurd? Wel. Op een keer. Oh. Ik kan daar niet wat op zeggen. Ik schaam mij zo, Maurice. Ja? Ja, dat is toch het ergste. Op een keer zaten we in het vliegtuig. Hey. Pascal! Ja, ik weet het. Ze hebben toen 3 stewardessen en een piloot ontslagen. Maar het allerergste, we hebben... In de koninklijke serres van Laken. Van Laken? Ja, ik weet het, Maurice. Ik weet dat ik u ontgoochel. Maar het is allemaal de schuld van Boma. Dat is dus mijn grootste fantasie, hè. Is goed. In het midden van al die tropische planten, die exotische parfums, die de hormonale huishouding van mannen en vrouwen volledig overhoop gooien. En jij hebt dat beleefd. Met Boma. Ja. Maurice, kunt je mij ooit vergeven? Er staat mij als man van eer en van adel slechts 1 ding te doen. Je gaat Boma toch niet uitdagen voor een duel? Pascalke, we leven niet meer in de middeleeuwen, hè. Ik bel subiet aan Laurent. Wij gaan ook naar de Serres van Laken.
Meneer Boma, we kennen u niet alleen als worstenproducent, maar ook als eigenaar van voetbalploeg De Kampioenen. Waarom bent u met die ploeg begonnen? Ik ben met die ploeg begonnen omdat ik meer uitstraling wou geven aan mijn product. En mijn product is droge sausjes. Niet als extra verliespost voor uw boekhouding dus? Want eigenlijk stopt u al meer dan 20 jaar geld in een ploeg zonder dat je er iets van terugkrijgt. Ik ben met die ploeg begonnen omdat ik iets terug wou geven aan de maatschappij. U beantwoordt mijn vraag niet, hè? Ja, Copain, je bent hier wel voor mijn autobiografie te schrijven, hè? Niet om mij af te breken, hè? Ja, excuseer, beroepsmisvorming. Maar ga maar verder. Ja, wel. Bij de eerste auto die ik kocht, ik werkte toen nog bij mijn poepa, was een tweedehands 2 pk. Daar kon ik nogal in wiepen. Meneer Boma! Lep, daar heb je ze weer, de dikke en de dunne. Meneer Boma! Mijn geduld is op. Ik sleep u voor de rechter. Ik ben het absoluut niet eens met de stelling van mijn cliënt, meneer Boma. Zeg eens, wie betaalt er u eigenlijk, hè? Ja, zeg jij de keer eens. Wat is er nu weer allemaal? Meneer Boma, ik laat u vervolgen omdat gij weigert over mij te schrijven in uw autobiografie. Alla bonheur. Dat ik weiger u slecht te maken, ga jij mijn proces aan doen. Oh, ben toch uw grootste vijand, zeker? Als er iemand in uw boek moet voorkomen, dan ben ik dat toch wel zeker. Ah, en hoe beter de slechterik, hoe beter het boek, hè, meneer Boma. Voilà, daar zijn verstandige mensen. En als ik wel over u schrijf, moet ik schadevergoeding betalen. Eerlijk is eerlijk. Tro is te veel. En te veel is tro, Kostermans. Bonnetop. Nee, zo niet. Meester Bakje is bang. Meneer Kostermans, er is geen enkele wettelijke basis om iemand aan te klagen omdat hij u geen kwaad wil doen. Dat heb ik u toch al 10 keer uitgelegd. Maar wat voor een apen, want die zat hier, zeg. Man, man, man. Mark. Ja? Leuk, kon jij niet slapen? Nog 10 minuutjes, Bieke. Wat zou je gaan doen? Ik ben mijn biografie aan het schrijven. Zoals Boma, hè. Een biografie? Jij? Ja. Maar schatteke. Je hebt toch nog niks gepresteerd? Dat weet ik, Bieke. Daarom dat ik nu al schrijf over alles wat ik later nog ga doen. Wel, ik weet iets wat wij nu kunnen doen. Wat? Huh? Mm-hmm. Ik zal u eens een beetje inspiratie geven voor uw boek. Hè? Huh? En dan was er nog Betty, en dan Claudine, en Charlotte, en dan Christelle met CH. En dan Diane, Eline, Francine, Georgette. En dan Chris 1, Chris 2, Chrisje, Christel met een ke. En dan Christel zonder e. En oh, dan was er Janine en Jeannette ook nog. En dan Laila en Linda, Marie-Louise. En Melissa, Belinda, Miranda... Ja, wacht, meneer Boma. Ik moet van kassetje wisselen. Ja, ik zit nu al verwegen. Hoeveel kassetjes heb je al? Ja, 2. Al helemaal vol. Als ik daarmee goed een lied poseer, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan gewoon niet begrijpen dat een mens tijd heeft voor zoveel lieve. Oh. En weet je eigenlijk nog van wie dat je de eerste kus hebt gekregen? Ja, van Anneke van de Vieswinkel. Ik was maar 7 jaar, hè. Zij was er 10. Een reep witte chocolade praline heeft mij dat gekost. En ik kreeg een bijs. En wanneer heb je het dan voor de eerste keer gedaan? En met wie? Dat was met Marie-Louise. Een vriendin van mijn moeba. Ik was 14. Zij was er 33. Maar zo'n tête carré, incroyable. Ik heb haar toen de ladies safe gekocht. Dat was in het begin dat dat opkwam. En ze was content. Ja. Nadien heb ik haar dochter zelfs nog gehad. Marina. Oh, ja, en die was content met een LP van de Beatles, Abbey Road. Ja. Zijn er ook meisjes geweest die je niet hebt moeten betalen?
Wat wil je zeggen, vertoren? Ja, ik bedoel, al dat betalen voor liefde, dat is zo weinig romantisch. Dat is toch geen ware liefde? Wel gedacht, man. Ja, is er dan niemand uit die lange lijst die u echt graag heeft gezien? Eet. Goedele. Allee, meneer Boma, dat kan toch niet? En ons ma dan? Die heeft u toch ook altijd graag gezien? Gewoon voor wie dat je bent? Je zou het bijna hopen. Sorry, vertongen, maar ik moet eerst toch maar iets uits doen. Balthazar Boma verlaat de interviewkamer om 10:12. Allee, Pascal. Dat is uw kans om Boma er eens goed door te sleuren. Ja. Geef mij een paar actiefoto's van u en Boma en ik laat u gerust. Actiefoto's? Ja, in bed, onder bed, op de keukentafel, in de postkus. Ja, en je moet niet doen alsof je er geen hebt, hè? Want ik weet dat Boma een fotografie-liefhebber is. Buiten! En durft het mij niet meer vragen, hè? Of je komt mijn café niet meer binnen. Dorik. Oh, jij hier. Oh, nu zie ik het. Een samenzwering. Maar de waarheid over het Boma-geslacht zal onthuld worden. Balthazar, jij bent hier ook niet erg welkom. Pascal, ik heb een belangrijke vraag. En ik wil een eerlijk antwoord. En dan komt er niks in bij het boek van u dat jij die wilt. Sur ma parole d'horreur. Allee, vraag maar. Waarom zijt gij verliefd geworden op mij? Voor uw geld. Merci voor uw eerlijkheid. En op de tweede plaats voor uw moustache. Dat doet deugd, hè. Jawel, beste luisteraars. En we beëindigen ons uurtje voor Boer en Tuinder met De Roos van Anne Christie. Ha, vertrouwen. Jij moet mij gehad hebben. Meneer Boma. Ja? Het is klaar. Mijn gedacht. Nu al? Ja. Merci. Graag gedaan. Allee, nu kun je het aan Goedele laten lezen. Hè? Zeker. Maar. En niemand zal ooit weten... dat jij mij een boek hebt geschreven. Oei. Wat? Die microfoon stond nog aan. Jij hebt me geen twee keer liggen, dat kop. Hè? Ja, maar nu is het echt waar. Iedereen heeft ons gehoord. Huh? Kieken! Een gebraden kiekje voor €2,40 vind je enkel bij Slagerij Verkamme, Dorpstraat 18. Kiekje! Balthazar? Ja, Patricia, alles wat je gehoord hebt op de radio is waar. Mark heeft mij een boek geschreven, want ik kon het niet. Ja, ik heb u willen impressioneren, maar eigenlijk ben ik alleen maar een nul. Je kunt hem nu lezen, hè? Le vrai Boma. Maar de titel moet veranderen. Hè? Het is niet meer mijn gedacht. Maar Balthazar Boma. From hero to zero. Heb jij iets nodig van de winkel? Breng me maar een pak gezonde hersenen mee. Ik kan ze gebruiken. Wat een afgang. Ja. Oh, uw autobiografie door iemand anders laten schrijven. Oh. Wat in mijn boek staat, is misschien niet helemaal waar. Maar ik heb dat wel allemaal zelf verzonnen, hè? Ja. Gewoon niet naar luisteren, dan valt ze vanzelf wel stil. Over een maand zeker. Och, ga maar meneer Boma, hè. Allemaal mijn schuld dat hij is uitgekomen. Net goed, ja. Hij moest maar niet van u profiteren. Hoeveel heeft hem u eigenlijk betaald? Oh, Bieke,
Echte liefde is gratis. Pascal, ons bezoek aan de Serres van Laken gaat niet door, hè. Te duur. Ja, zo erg is dat nu ook niet, Maurice. En Laurent, hè, heeft zich weer eens in de hoek laten zetten door Paola. Maar hij moet mij ook niet meer bellen als de afloop van zijn bad vol zit met hondenhaar. Dag, voorzitter. Zo. Hallo, voorzitter. Je hebt toch deze de gal vandaag? Ja, je hebt toch een boek geschreven? Ja. Hé, Mark? Ja, ik heb een boek geschreven. We hebben gekomen. Laten schrijven, hè. Ja, wat tof, hè. Zo bewijst de mens wat voor de lozer dat er is. Ja, zo mocht je nu ook niet denken, hè, Balthazar. Toch wel, Pascal. Kijk, Menneke, ik had beter een boek over u geschreven. Jij bent de echte. Jij toont u tenminste zoals je zei. Ik ben maar een doel alsof er ik. Meende dat nu echt, meneer Boma? Serieus? Oh, hier zeg mijn boek, Arik. Jij bent pas de echte. Kom hier. Oh. Voorzitter, jij bent toch geen loser? Zouden de kampioenen niet bestaan. Ja. Dus echt. Ik zeg altijd, als het zelfbeklag is in de man, kan een knuffel wonderen doen. Oh. Vie van Boma, patate met sausisse. Het is lief dat je mij allemaal wilt troosten. Ik verdien dat eigenlijk niet. Ah, en garantie dat ik nu mijn goedelijk kwijt ben ook. Hè. Ja, met zo'n dikke nek te willen. Je zult zien. Je zult zien. Ik heb hem gelezen in een boek. Mijn ogen zijn open gegaan. Ik heb de echte Balthazar Boma leren kennen. Tja. Iemand die zo'n bende 20 jaar lang door dik en dun kan samenhouden? Chapeau. Wilt je mijn exemplaar ondertekenen, alstublieft? Chers amis. Je weet, ik ben normaal de man van veel woorden. Ja. Maar vandaag heb ik er maar twee. Toen is het er al. Ah.